Ik heb mijn geslacht laten wijzigen van een M naar een X. En daar hoort dan ook een nieuw paspoort bij. Ik voel me een beetje man en een beetje vrouw. En dat wil ik dus ook tot uitdrukking brengen. En daarom heb ik mijn baard laten staan. Dat hoort gewoon bij mij. Maar mannenkleding vind ik helemaal niets. Dus daarom draag ik vrouwenkleding. Anne heeft zich altijd anders gevoeld dan de twee standaardhokjes die er voorheen rechtsgeldig waren. Er ging een lange zoektocht aan vooraf. Ik ben erop gekomen omdat ik las over seksualiteit in niet-westerse culturen. En daarbij kwam ik op het eiland Sulawesi Celebes in Indonesië. En daar leeft een volk wat dus 5 genders heeft al eeuwenlang. Hallo. Hi. Goedemorgen. Hallo. Ik denk dat het in het Westen ook is geweest, voor de jaartelling of zo. Maar dat is op een gegeven moment onderdrukt. Je hebt een mannenlichaam of je hebt een vrouwenlichaam, maar je hoeft je niet per se zo te voelen. Dan heb ik te maken met Hendrik Jan Bakker. Ja? En dat is inmiddels, ik heb begrepen dat we u aan gaan spreken met Anne. Anne. De mannennaam, die vond ik op zich op een gegeven moment niet meer zo passen. Dus ik heb een Anne, een naam die in het Nederlands zowel voor mannen als voor vrouwen kan worden gebruikt. Dit paspoort is dus van rechtswege vervallen. Ook het stukje geslachtsaanduiding hebben we aangepast. Ja. Op basis van de geboorteakte die we vanuit Gooise Meren hebben ontvangen. Met een X, hè? Ja, helemaal waar. Als kleuter al. Ik voelde me echt niet thuis bij jongens eigenlijk. Die waren altijd te wild voor mij. Ik voelde me veel meer thuis bij meisjes. En die accepteerden mij ook wel. En die jongens die pesten mij omdat ik dan een mietje was. En ik heb dat op een gegeven moment een beetje verstopt, denk ik. Ik had vrij weinig zelfvertrouwen. Kleding kopen vond ik echt verschrikkelijk. Altijd. Want ja, niks vond ik echt bij me passen. En dan koop je maar hetgene wat het minst erg is. Maar nou ga ik echt helemaal los. Ik vind het nou gewoon leuk. Kijk, het paspoort ligt klaar vanaf volgende week dinsdag. Is dat in orde? Als het goed is, dan staat vrijdag. U heeft met spoed nodig? Ja. Ja, dan gaan we met spoed aanvragen. Dan wil ik u vragen alvast een handtekening te plaatsen. In het vakje binnen de lijn heb ik ook een zwarte pen voor u. Een zwarte pen, ja. Ik vond mannen gewoon eng. En nu vind ik mannen dus niet meer eng. Dat is heel, heel typisch. Omdat blijkbaar had ik dus het gevoel van ja, ik hoor bij hun te horen, maar dat is niet zo. Dus ik voel me eigenlijk een soort van afgewezen. En nu weet ik dat ik dus geen man ben en daar dus ook niet meer bij hoef te horen. Daar ook geen moeite meer voor hoef te doen. En dan is het gewoon makkelijker. Ik ben een soort van bevrijd. Mag ik u feliciteren? Nu kunnen we officieel stellen dat het geslacht is aangepast. Dus gefeliciteerd daarmee. Dank. Dan wens ik u een fijne dag verder. Ja, heel erg bedankt. Tot ziens dan. Tot ziens. Dag. Het is een stuk papier, maar het is toch een bevestiging dat het erkend is. Ja. Officieel is.